Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wij zijn Montferland. Een serie waarin we de schoonheden ontdekken die te vinden zijn in Montferland en de verbinding tussen de inwoners en de regio. Vorige week zagen we de mooiste pleinen. Vandaag komen we lekker in beweging. Nou, Marie, kom op. Ja, nou ja, ik hoor het al. Ik moet in beweging komen. Frank, wat voor een route gaan we vandaag fietsen? Waar zijn we? Nou, we zijn hier in het Bergenbos. Dat ligt hier in Montferland. Dit is een route van ongeveer een 26 kilometer. En die is heel uitdagend. Er zitten hele mooie afdalingen in, kombochten, single tracks. En deze route is een paar jaar geleden is die aangepast. Daar is een beroepsbouwer is daar bij geweest, Patrick Jansen. En samen met Natuurmonumenten en twee tourclubs, TC Limes uit Zevenaar en de Pedaleur uit Doetinchem, die hebben dat afgewerkt. Er moet gegraven worden, boompjes moeten weggezaagd worden en dat soort dingen. Om daarvan een hele mooie route te maken. En 26 kilometer, dat klinkt best wel pittig. Dus eigenlijk alleen maar voor de gevorderden? Nou, het is voor beginnen en vervorderen is het goed te doen. Er zijn namelijk ook afkortstukken wat de pittige stukjes eruit halen. Ja. Een gevorderde zal daar geen gebruik van maken, want dan mis je eigenlijk het uitdagende delen daarvan. Eigenlijk dus de kombochten en single tracks en dat soort mooie klimmingen en de afdalingen. Maar kun je dan overal gewoon mountainbiken? Nee, dat mag niet. Hier in Montferland heb je een vignet voor nodig, een vergunning, een motorbike vignet. Die kun je online bij Natuurmonumenten kun je die kopen. Door het aanschaffen van die vignets wordt de route onderhouden. En nou zijn er natuurlijk vrijwilligers, onder andere bij Natuurmonumenten, die zorgen dat dat pad dan onderhouden wordt en de omgeving netjes blijft. Jij bent vrijwilliger. Waarom vind je het zo mooi en zo leuk om dat vrijwilligerswerk te doen bij Natuurmonumenten? Nou, het is beheer zijn in de natuur. Dat is natuurlijk eigenlijk het mooiste wat er is. Ja, en je hebt contact met de mensen. Mensen die waarderen het ook dat het bijgehouden wordt. Waarom vind je die saamhorigheid hier zo belangrijk? Het fietsen hier, het rijden op deze route, vaak wordt daar afgesproken met een clubje. En om dan gewoon samen achter elkaar te rijden en daarna in de buurt even een bakkie doen. Ja. En dan wordt er gepraat over de route en dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, je moet gewoon meemaken om het te ervaren. Ken je dat spreekwoord, niet lullen maar poetsen? Nou, laat maar doen, we gaan verder. Zo, ik ben inmiddels weer lekker een beetje opgefrist en ik ben blij dat ik bij de volgende activiteit lekker mee mag kijken. Ik ben hier namelijk in Didam bij de expeditie en dit is een van de plekken waar Welkom sportbuurtwerk organiseert. Elke week doen ze dat voor kinderen van 4 tot 12 jaar in samenwerking met allerlei verschillende partijen om kinderen samen te laten sporten. Kijk maar mee! Guido, jullie doen hier iedere week sportbuurtwerk. Of tenminste niet hier alleen, maar op van allerlei plekken in de omgeving van Didam. Ja, vandaag zijn we in Didam bij de expeditie. Maar we organiseren dat eigenlijk na schools voor kinderen van 4 tot met 12 jaar in iedere kern van Montferland. Van Serenberg, Didam, Lol, Braamt, Kilder, overal. En jullie gaan hier wat sportactiviteiten organiseren. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we hier voetballen, steltlopen, hinkstapsprong. We hebben hier een leuke activiteit met allemaal lampjes, met een app. Super hip allemaal. En we hebben de DSO gevraagd om te komen sporten met de kinderen. Dus vandaar dat we hier zijn vandaag. En dat is een samenwerking tussen van allerlei partijen. Hoe werkt dat? Ja, klopt. We hebben natuurlijk verschillende partijen die we betrekken bij het sportbuurtwerk. Het wordt georganiseerd vanuit Welkom, de welzijnsorganisatie uit Montferland. Maar DSO's die sluiten aan. De begeleiding van de DSO's helpen ook bij de activiteit. We hebben studenten van het Graafschap College
die bij ons praktijkervaring opdoen. Hoe ga je nou om met, hoe organiseer je nou een sport- en spelactiviteit? Dan krijgen ze bij ons alle ruimte voor. Zijn deze activiteiten voor alle kinderen dan van 4 tot 12 jaar hier uit de buurt? Ja, voor alle kinderen, dat vind ik ook heel belangrijk, voor alle kinderen uit gemeente Montferland van 4 tot 12 jaar. En dat zijn dan BSO's? BSO, basisschool, speciaal onderwijs, eigenlijk iedereen is welkom. Want hoe belangrijk is dit voor de kinderen? Heel veel heeft heel lang stilgelegen. Verenigingsleven, sport, eigenlijk alles. Maar het sportbuurtwerk is buiten voor deze doelgroep die altijd een beetje buiten de regels is gebleven. En daardoor op die manier, door veiligheidsmaatregelen te nemen, hebben we het altijd door kunnen laten gaan. En je merkt ook dat er gewoon heel veel animo is. Volgens mij moet jij er weer vandoor, want ik hoorde ready, set, go, ja, volgens mij. Wil je nou meer weten over dit soort sportactiviteiten? Want Welkom organiseert nog veel meer gratis sportactiviteiten. Kijk dan op iedereenwelkom.nl en dan gaan wij gauw aan de slag. Ho, ho, ho. Dit was Wij zijn Montferland voor deze week. Graag tot de volgende. Is niet van mij die kleur.